hele, hele vreemde mengeling van ergernis en gewoon plezier van ik gewoon lachen om wat ik gezien heb. Maar voornamelijk toch ook verbazing en ja, en een beetje woede ook wel hoor. Jongen, heb je dat? Ik heb net zitten kijken, zeg. Live naar die beelden. Ja, van de klimaatkneus. Ja, heb je ze weer gezien? Waar? Op de A10. Ja, zijn we weer bezig. Ja, en hoe dat dan gaat. En met de politie ook. En die hele klimaatkneuzen, dat is een soort Hare Krishna, weet je wel? Dat ik allemaal van die blije gezichtjes en ook een beetje wordt ook iets van gelachen en zo. Haha. En kijk, ons is, ze zijn al zo tevreden met zichzelf dat ze weer op een snelweg zitten. Nou, geweldig, gefeliciteerd. En ja, die. En een beetje muziek maken en dan komt die politie. Dan komt de politie, die komt met zo'n megafoon. Komt een man met zijn megafoon en die hoor je dan zeggen van ja, nee, ik moet u er wel op wijzen dat wij met een korte en een lange lat kunnen gaan slaan en eventueel pepperspray en alsof ze een rondleiding krijgen in het museum. Ja, en dames en heren, halverwege hebben wij nog een koffiepauze en of u alsjeblieft wel op tijd bij de bus wil zijn na afloop. Jongen. Welk theaterstuk wordt daar opgevoerd? Daar fictie en non-fictie lopen daar dwars door elkaar. Niemand weet meer hoe het zit. Wat een verwarring. Wat een gekkenhuis. Dat is waar je naar zit te kijken. Want de politie, die loopt ook gezellig en gemoedelijk mee te doen, want dat is het. Het is allemaal zo gezellig en zo leuk. En iedereen die geeft alsof ze elkaar allemaal kennen. Hallo, dag allemaal. En dan gaan die lui, die gaan dan gewoon maar op de weg zitten. Weet je wel. Want er gebeurt toch niks. Er wordt toch niet niks. En dan gaat de politie nog een handje toesteken of zo. Om ze overeind te trekken, ja. Weet je wel. Ja. En boom, met die lat erop, toch gewoon. Dan gaan ze ook nog lopen praten met ze. Hoe zullen we je optillen en dit en dat. Hoe zullen we je optillen? Boom, even een tikkie met die lat. Moet je eens kijken hoe snel ze lopen. Ja, en dan gaan ze allemaal weer die bus in. En dat heeft geen enkele consequentie. Niks van, nou vrienden. Pff. Ja, we leven, ja, dat Nederland is toch wel een raar land.